Het is erg droog voor de tijd van het jaar. In de hele provincie wordt gewaarschuwd om vooral voorzichtig te zijn met vuur. Zaterdag 24 maart om 5:30 moest de brandweer van Vierlisbeek uitrukken voor een bermbrand aan de Loobeekweg in Holthees. Langs het spoor had een lange strook droge maaieresten vlam gevat. Bij aankomst werd het vuur direct bestreden. De schade bleef beperkt. Er is iemand, ik ga geen namen noemen, maar er is iemand die heeft geschreven: Toon Linders ken ik als een grote dierenvriend, met een grote zwak voor paarden. Er hebben dan ook veel ruiters en amazones bij Stal Linders, hè, zoals dat nou heet, de tijd van hun leven gehad. Toon stond klaar met raad en daad, reed de paarden heen en weer naar de concoursen en gaf hulp daar waar het nodig was. Hij was altijd enthousiast en niks was hem te veel. Ik denk nog steeds niet dat ik zo zie. Toon is een bescheiden man die voor al zijn inzet en goedheid best wel eens in het zonnetje gezet mag worden. En wel kan ik u melden dat het Hare Majesteit heeft behaagd om u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En daarom ben ik gekomen. U verdient allebei deze koninklijke pluim, maar hij is voor u en voor uw vrouw geef ik daarom met heel veel plezier dit oranje boeket. Alsjeblieft.